Bovengronds betaald parkeren in Ede Centrum verandert. De tarieven blijven gelijk, alleen het betalen gaat anders. Oh, hoi! Animatiefiguur! U kunt uit twee betaalmanieren kiezen. Manier 1. U typt uw kenteken in op de automaat. Bepaalt uw parkeertijd. En betaalt vooraf per PIN of contant. Een parkeerticket achter uw voorruit leggen is niet meer nodig. Natuurlijk waarborgen we uw privacy. Manier 2. U kiest voor belparkeren. U start en stopt uw parkeertijd via uw mobiele telefoon. Dat werkt zo. Op de parkeerautomaat ziet u een paal met daarop een zonnenummer. U start uw parkeertijd door het nummer op de paal door te geven. Dit kan via een app, sms-bericht of door te bellen. Als u terugkomt, stopt u uw parkeertijd op dezelfde manier. Bij belparkeren kiest u eerst zelf een aanbieder. Belparkeren heeft veel voordelen. U betaalt alleen de daadwerkelijke parkeertijd. U hoeft niet meer terug om een nieuw kaartje achter uw voorruit te leggen. U voorkomt parkeerboetes. U hoeft niet meer in de rij te staan bij de parkeerautomaat. U kunt een waarschuwing instellen voor als u vergeet af te melden. Bij zakelijk gebruik kunt u eenvoudig de kosten declareren. Maar let op, u betaalt wel eenmalige registratiekosten en een bedrag per transactie. De hoogte hiervan verschilt per aanbieder. In een notendop. Bovengronds betaalt parkeren in Ede Centrum verandert. U kunt vooraf betalen door uw kenteken in de parkeerautomaat in te voeren. U kunt ook kiezen voor belparkeren. Meer informatie, ook over de aanbieders van Belparkeren, vindt u op www.ede.nl slash betaaldparkeren. Tot ziens in Ede Centrum.